In elk geval zijn we bij de best verkochte Nederlandse schrijfster aller tijden. Ik heb even wat dingetjes op een rij gezet. De laatste paar dagen heeft u natuurlijk van alles voorbij zien komen in de pers. Xaviera is werkelijk de hele tijd op radio en tv en in de krant en noem maar op. Zij heeft vanaf begin januari zo goed als iedere dag interviews zitten geven. Dus het is sensationeel op dit moment. Zitten lopen staan. Zitten lopen staan, ja, alles. En er figureren allemaal cijfers. 15 miljoen exemplaren verkocht van de Happy Hooper, 17 miljoen verkocht. Niet in Holland. Niet in Holland, nee, wereldwijd. Maar ik moet het even voorstellen. Ik heb zelf de indruk dat het er nog iets meer zijn. Dus we gaan even uit van 20 miljoen, zo hier onder elkaar. 20 miljoen, dat moet u even naast elkaar voorstellen. Zo'n boek is meer dan een centimeter breed, maar we doen zuinig aan, een centimeter. 20 miljoen exemplaren naast elkaar, zoals in de boekenkast staan. Dat is 5 rondjes om de aarde. Nee. Ja. Ja, reken het maar uit. Ik wil het wel voorrekenen. Het is 20 miljoen centimeter. Dus dat is 2 miljoen decimeter. Dus dat is 200.000 meter. Nee, het is niet waar. Het is niet waar. Maar ik heb nog wel een ander. Volgens het ministerie van Onwaarschijnlijke Zaken wordt ieder boek gelezen door 5 mensen. En dan heb je het bij 20 miljoen exemplaren, dus over 100 miljoen lezers. En stel je even voor dat al die mensen tegelijkertijd nu op aarde zouden zijn. Dat is niet zo. Dan zou dat boek door 1 op de 70 mensen op de wereld gelezen zijn. Dat zijn aantallen. En gelukkig zijn heel veel van die mensen niet meer onder ons, want anders had het echt geen zin om het nog een keer opnieuw uit te geven. Ik wil u wel vertellen over Tom de Jong. Daar heeft u misschien nog nooit van gehoord, maar Tom de Jong. Er zijn flyertjes uitgedeeld, daar staat zijn naam op. Hij en Merel Mooistra, die krijgt u zo meteen ook nog te zien en te horen. Die twee die hebben samen met Xaviera een theaterprogramma in elkaar geknutseld. Dat staat ook allemaal op die flyertjes. En dat gaan ze diverse keren opvoeren. Het begint op de 28e februari in het Betty Asphalt Complex. U kunt kaartjes kopen op de website van het Betty Asphalt Complex. Dat staat ook op die flyertjes. En dan is er een compleet theaterprogramma. Dus 2 keer 3 kwartier, net als een voetbalwedstrijd, maar dan leuk. Smiddags en 's avonds. En als dat een beetje aanslaat, dan is dat niet de première en de tweede première geweest, maar de try-out voor een theatershow die het hele najaar gaat lopen. Want dat is eigenlijk de bedoeling. En dan staan we dus gewoon in de Schouwburgen. Carré, dat moeten we nog heel even afwachten, maar we beginnen met de Schouwburgen. De kleine schouwburger dus. Dat wou ik zeggen. Ik had van alles opgeschreven, maar daar kom ik er niet aan toe. Ze staan ook nog, althans Tom en Xaviera, op 25 februari in Den Haag in de Art Gallery in Nieuw Babylon. Dat weet u dan ook maar meteen. Wie is er uit Den Haag? Wie is er uit Den Haag? 1, 2, 3. 25 februari, Art Gallery, Nieuw Babylon. Staat overigens ook op die hele leuke flyer.